Dag vriendjes, vandaag zijn we dinsdag, de tweede dag van de week. Hebben jullie nog jullie stenen, schelpen of kralen bijgehouden? Neem ze alvast bij de hand, want we gaan ze gebruiken. Teken nu eerst een cirkel op een blad. En teken daarna ook een vierhoek. Leg dan op de lijnen telkens de stenen, schelpen, kralen mooi naast elkaar. Zo vormen we ook een vierhoek of een cirkel. Ik heb alvast een voorbeeldje gemaakt. Ik ga het jullie tonen. Kijk, ik heb er een foto van genomen en dat is mijn cirkel en dat is mijn vierhoek. Jullie kunnen dit ook. Probeer het maar eens uit en post alvast jullie foto onder dit bericht. Maar nu nog iets. Neem dan ook eens een blad en leg de stenen, de kralen, de schelpen mooi in een lange rij naast elkaar, maar met wat plaats tussen. Ik heb ze nu op mijn blad gekleefd om het jullie te kunnen tonen. Maar leg gewoon jullie blad op tafel en leg de steentjes erop. Neem dan jullie stift en wat gaan we nu doen? We gaan bogen maken. Dus kijk, we beginnen hier en dan gaan we naar omhoog, naar beneden, terug naar omhoog, naar beneden. Kijk, ik maak boogjes en dan gaan we telkens verder. Zo, kijk, ik heb boogjes getekend. En jullie kunnen dan de steentjes hoger of lager leggen en nog eens hetzelfde doen. Je kunt dit ook buiten doen en je neemt dan een iets grotere steen. Je legt de steen met een beetje meer plaats ertussen en met stoepkrijt vorm je ook bogen. En weet je wat je dan ook kunt doen? Dan kun je met een auto de bogen volgen. Probeer het maar eens uit. En ik hoop samen met de andere juffen een foto te zien van jullie speelmomentjes. Dag!